De titel van mijn column is Recht Uit. Drie weken geleden ging mijn column over het grote onrecht dat dieren in Groesbeek werd aangedaan door bezwaarmakende Groesbeekers. Kwakende kikkers in het centrum werden bedreigd. Goudvissen in de Groesbeekse beek deden alle moeite om van het college van BMW een verblijfsvergunning te krijgen en de eiken maakten zich zorgen of ze wel op bedevaart naar Kevelaar zouden kunnen gaan. Allemaal redenen voor de oprichting van een Groesbeekse afdeling van de Partij voor de Dieren, volgens een door mij geciteerd persoon. Flauwe keul van de bovenste plank. Wie schetste dan ook mijn verbazing dat ik afgelopen week een serieus mailtje kreeg van het bestuur van de Partij voor de Dieren afdeling Gelderland met de vraag of ik naam en adres van de initiatiefnemer uit Groesbeek kon geven? Wederom een bewijs van mijn stelling dat de werkelijkheid vaak ongelooflijker is dan de grootste fantasie. Op het eind van die column adviseerde ik de initiatiefnemer om contact op te nemen met wethouder Grete Visser in Nijmegen die dierenwelzijn in haar portefeuille heeft. Ik heb daarom Grete ogenblikkelijk een excuusmail gestuurd voor het geval haar spreekuur overbelast zou raken met Groesbeekse dierenliefhebbers. Grete heeft me inmiddels gerustgesteld. Ze verwacht niet dat het storm gaat lopen. Fantasie en werkelijkheid. In contradictio in terminis. Ik weet er alles van. Ik heb in het verleden meerdere keren het leugenfestival in Nijmegen gewonnen. De deelnemers moesten een verhaal vertellen dat van A tot Z gelogen is, maar waarvan de nietsvermoedende luisteraar zou zeggen: Nou, die redenering is zo gek nog niet. Aangezien ik het festival vaker heb gewonnen, werd ik door de jury als een pathologische leugenaar beschouwd. De Partij voor de Dieren afdeling Gelderland wist dat waarschijnlijk niet. In 2002 werd ik winnaar met een verhaal waarin ik uitlegde waarom de tweede dag van de Nijmeegse vierdaagse altijd de meeste uitvallers heeft. Volgens mijn theorie komt dat door het feit dat het parcours van de tweede dag met de klok mee wordt gelopen rechtsom dus dit in tegenstelling tot dag 1 3 en 4 rechtsom is voor sporters zeer ongebruikelijk kijk maar naar Sven Kramer en zijn collega's die schaatsen stevast hun rondjes linksom net als hardlopers op een atletiekbaan en wielrenners op de baan volgens mijn theorie heeft dat te maken met de zwaartekracht en hormonen ik kan dat hier niet allemaal uitleggen maar neem van mij aan dat het volkomen logisch is. Ik adviseerde in 2002 de organisatie van de Vierdaagse dan ook om de route van de tweede dag om te keren. Daardoor zou het aantal uitvallers significant dalen. Helaas, mijn advies werd niet opgevolgd. Sterker nog, vorig jaar besloot de organisatie om de route van de eerste dag om te draaien: van linksom naar rechtsom. Vanwege warmte op de dijk bij Oosterhout. Een kleinigheidje vergeleken bij de bewijslast van mijn theorie. Linksom of rechtsom, de wandelaars maken zich daar de komende weken geen zorgen om. En waarom zouden ze? Gewoon rechtuit, recht zo die gaat, dan komen de gladiolen vanzelf.